Karen Dirks, de schrijfster van onder andere deze boeken. Vandaag ga ik jullie een stukje voorlezen uit de mooiste zomer van mijn leven. De eerste bladzijde. Wat de mooiste zomer van mijn leven had moeten worden, begon op een zonnige dag in juni. De dagelijkse wandeling in het park met prinses, mijn poulain, zat er net op. Ik had haar achtergelaten in wat wij het hondensalon noemden, een van de vele vertrekken in die gigantische kelder onder het herenhuis waar ik woonde. Gulzig was ze begonnen haar kom water leeg te lemmeren. Dat ze zo'n dorst had, verwonderde me niet. Het was een warme dag. Bovendien had ze het heel druk gehad in het park. Voor ik haar opnieuw zou gaan borstelen, voor de 3000ste keer die dag, wilde ik eerst zelf een glas drinken. Daarom liep ik de wit betegelde keuken met wit geverfde kasten en de lange houten eettafel in, waar het altijd naar verse koffie, brood en schoonmaakmiddel rook, en waar het zwarte kolenfornuis winter en zomer brandde. Tante stond voor het aanrecht. Toen ze me hoorde binnenkomen, draaide ze zich om. Ah, Roos, zei ze. Meneer en mevrouw willen je spreken. Even keek ze me aan met een nietszeggende blik, en toen ging ze gewoon verder met dunne plakjes van het overgebleven kalfsgebraad van die middag te snijden. Mijn hart haperde een tel, en ik kreeg het nog warmer dan al het geval was. Meneer en mevrouw hadden me nooit eerder persoonlijk ontboden, behalve die ene keer toen ik me was komen presenteren, maar dat was natuurlijk iets anders. Waarom? Vroeg ik, met een stem die nogal benepen uit mijn keel kwam. Heb ik dan iets verkeerd gedaan? Iets verkeerd gedaan? Dat zul jij wel beter weten, zeker. Maar ik mag hopen van niet. Ik wil hier geen gedonder, dat weet je. Daarvoor heb ik je niet achter die melkbussen vandaan gehaald. Die gedachte begon ik de afgelopen dagen na te gaan, op zoek naar het geringste foutje dat ik gemaakt zou kunnen hebben. Want ik werd bang. Ik wilde niet weg uit stad en uit dat huis, waar ik al een goed half jaar in dienst was als kindermeisje. Telkens als ik aan mijn vroegere leven terugdacht, overviel me een onbehagelijk gevoel, dus er naar moeten terugkeren stond me niet aan. Maar wat als meneer Jean-Paul en madame Lily me hadden ontboden om me te vertellen dat ik toch niet voldeed aan hun wensen en dat ze me daarom gingen ontslaan? Nou, tante werd ongeduldig. Als je niets te vrezen hebt, wat sta je daar dan nog te staan? Haast je maar, ze zitten in het blauwe salon. Ik slikte de droogte in mijn keel weg, veegde mijn handen af aan mijn schort en draaide me om. Zo begint de mooiste zomer van mijn leven, van Rosalie. Het verhaal gaat verder in wat niemand weet, maar beginnen doen we met de mooiste zomer van mijn leven.